welkom bij AltiVista en welkom weer in een nieuwe video. Vandaag ga ik een mailcall unboxing doen. Ja, eigenlijk is het een soort mystery box. Ik noem het ook een mystery box. Het is namelijk een Legend of Collectors box van DC. Kijk aan, dit is hij. Ja, heb ik gekocht via Facebook, via iemand. Hartstikke leuk deze boxen. Ik weet dat je er, je kunt hier lid van worden. En volgens mij komt er elke maand zo'n box uit. En er zitten wat Funko gerelateerde producten in. Ook wat niet Funko gerelateerde producten. Deze box heb ik gekocht. Hij is niet helemaal compleet. Maar ik heb al wel items in mijn collectie om de box wel compleet te krijgen. En er een hele gave plek in de vitrinekast voor op te vullen. Dus er zitten echt een paar hele gave Funko items in. Waar ik heel erg blij mee ben. Dus ik ga hem laten zien. Even kijken. Ja, je kunt het ook zien aan deze kant. Powered by Funko staat er op de doos. Kijk aan. Legend of Collectors. Ja, de doos zelf al is heel erg tof. Mijn allereerste Legend of Collectors box. Dus we gaan het zien. Ik ga hem uitpakken. Hartstikke tof. Ik ga samen jullie uitpakken. Dus we maken hem zo open. Kijk aan. Kijk, de inlay. Hè, zien we wel superhelden erop staan. We zien Catwoman. Wie zie ik hier nog meer? De Penguin. Poison Ivy. De Whittler. Harley Quinn. Even kijken, de Joker. Even kijken, er waren het toch wel, hè? Allemaal villains die ik hier op zie staan. Allemaal villains. Ja, zegt misschien ook iets over de box, hè? Omdat er zoveel villains in staan. Dus we gaan zien wat erin zit. Het lijkt alsof het een DC Villain box is. De deur gaat open en ik zie al wat erin zit. Jullie nog niet? Ik leg hem eventjes hier neer. Ik zei al, de box is niet helemaal compleet. Maar ik ga hem compleet maken met een andere pop die ik in mijn collectie had. Ook een Legend of Collectors pop. Dus die ga ik eraan toevoegen. Dus, maar we gaan weer beginnen. Nummertje 1 is... Even kijken, het is een patch van Bane, Legend of Collectors. Ja, kijk aan, een patch. Ja, ik kan mijn carnaval natuurlijk op mijn kleding stikken. Maar dat ga ik niet doen. Ik krijg gewoon een mooi plekje in de collectie. Hartstikke mooi, er zit een beetje van die lijmresten op. Maar dat krijgen we af. Hartstikke tof, Bane. Ja, kijk of ik hem eruit kan halen trouwens. Dan kunnen jullie hem wel beter zien. Ja, dit is hij. Kijk aan. Legend of Collectors. Bane. Hele toffe patch. Ja. Nou ja, Bane is een villain. Dus ik kan zomaar gelijk hebben. De volgende is een pin. Een pin van de Riddler. De Riddler Legend of Collectors. Gaaf. Ja, ik begin ook aardig wat pins te krijgen. Ook van Funko is deze. Ja, ik heb natuurlijk wat pins gehad uit de GameStop Mystery Boxen. Daar heb ik in totaal 3-4 pins van. Deze erbij, van de Lion King volgens mij een pin. Dus we moeten even kijken of we daar iets leuks voor kunnen maken. Kijk aan, dit is de Whittler pin. Heel tof. Ja, zit er ook bij. Zo, weer twee items. Het derde item is... Ook heel gaaf. Het is een dorps. Het is Two-Face uit van Batman. Een exclusive Legend of Collectors. Sticker zit erop. Kijk aan. Two-Face. Een dorps. Heel tof. Wel weer toevallig dat het weer een dorp is. Ik weet niet wat er is met dorps. Je gaat zo iets overal bij komen. Hè? Dus ja. Mensen willen er vanaf misschien. Geen idee. 247 Two-Face. Kijk aan. Een hele exclusieve pop. Ik zet hem hier weer bij. Heel erg tof. En dan gaan we over naar de volgende. De volgende is. En die vind ik echt heel gaaf. Mijn eerste die ik heb. Van de collectie Pop Home. Ja, dan zeggen jullie Pop Home, wat is dat nou? We hebben Pop Reis, we hebben Pops, Pop Pockets. Maar Pop Home nooit van gehoord. Nou, Pop Home is, kijk aan, het zijn de keramieke mocks. Collected in a Tireline of DC Comics Funko Pop Housewares. Ja, echt heel erg gaaf. Hele gave doos ook, hè? De sticker exclusive zit er ook op. Kijk aan, een Batman doos. Ja, echt heel gaaf. Echt heel gaaf. En ik ga deze ook voor jullie unboxen, want om zo in de doos te laten zien, dat is ook niks. Ik weet ook niet of ik hem ga gebruiken trouwens. Dan moet ik eerlijk gaan bekennen. Ik denk het haast wel. Maar de mok is wel best groot. Dus als ik een koffie moet gaan drinken. Dan ben ik na één keer vullen wel klaar met de dag. Kijk aan. Dit is hij. Heel erg gaaf. De mok van de Joker. Echt heel gaaf. Deze pop heb ik helaas niet van deze Joker. Maar ik vind die pop echt heel gaaf. Ik vind deze mok ook echt heel tof. Ja. Echt heel gaaf. En zoals ik zei. Flinke inhoud. Kijk eens aan. Kijk maar. Ja, als ik zo de dag moet starten, dan gaat het goed komen. Ja, echt heel gaaf. Ik ben hier heel erg blij mee. Ik ga hem ook eventjes deze doos dicht doen. Zodat ik hem aan jullie kan blijven tonen. Ik ga hem hier opzetten.
Tot zover deze items. En dan het volgende item. Ook heel gaaf. Echt heel erg vet. Het is de cap, de baseball cap van de Joker. De Funko Legend of Collectors Exclusive Pet. Kijk aan, de Joker. Hahaha, staat erop. Heel gaaf. Ik wist niet eens dat er Funko petjes waren. Misschien had ik er anders wel eerder gekocht. Ja, deze is echt heel gaaf. Kijk aan, hier staat een sticker op. Zoals je kunt zien. Ja, de sticker van Funko en Legend of Collectors. Kijk, wat kunnen we nog meer zien? Hier aan de binnenkant zie je het poplogootje en het DC-logo. Ook heel gaaf aan de onderkant. Heel vet. En achterop het Joker en DC-logootje, labeltje nog. Kijk aan. Heel erg tof. Ik zie dat hij op twee standjes staat. Hij moet op de derde staan. Ga kijken of hij maar staat. Oh, binnenkant trouwens ook. Kijk aan. Overal Funko, Funko, Funko. Ja. Heel gaaf pet. Zo, ik hoop dat hij mij staat. Hè? Wat vinden jullie? Laat het in de comments weten. Heel erg tof. Ik denk dat ik misschien wel meer ga draaien. Of ga dragen. Hartstikke tof. Tot zover deze box. Wat zat er eigenlijk officieel nog meer in? Kijk, dit is trouwens wel leuk om de binnenkant ook een keer te laten zien van de box. Kijk, officieel zat er in deze box zaten er nog een paar dingetjes in. Er zat namelijk een comic in en een Funko Pop. Die heeft de verkoper helaas eruit gehaald. Die wilde die zelf houden. Maar dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Ik heb namelijk Jay Garrick heb ik. En die komt ook uit een exclusive Legend of Collectors pop box. Kijk aan. Deze heb ik een tijdje teruggekocht. Heel tof. En deze voeg ik gewoon lekker toe aan deze box. Zodat ik een hele een collectie exclusive Legend of Collectors items heb. En zo toch in principe de box compleet kan maken op de comic na dan. Ik kan er een mooi plekje voor vinden in de vitrinekast, waar ze allemaal mooi opgesteld kunnen worden. Inclusief de doos, want daar ben ik ook heel erg blij mee. Dus tot zover deze unboxing video van Legend of Collectors. Ik ben er echt heel erg blij mee met deze aanwinst. Ik ga ze nog een keertje zo zetten. Of je aan jullie presenteren. Hè? De pins ook. Dus ik ben er heel erg blij mee. Wat staat er nog meer te komen? Ik heb nog ik heb een hele gave mystery box, zoals ik al zei. Zit met 6 pops. Daar komen we snel op terug. Een paar leuke review video's. Nog een paar andere bestellingen. Ja, er staat ook genoeg te gebeuren. Zoals jullie weten, hieronder kun je abonneren. We hebben jullie vast al wel allemaal gedaan. Hartstikke bedankt ervoor. En aan die kant natuurlijk nog steeds het duimpje omhoog. Zou heel erg tof zijn. Ja, het is een drukke tijd. Ik probeer inderdaad nog steeds zoveel mogelijk video's te maken. Om voor jullie een gave video online te gooien. En zorgen dat ik jullie een beetje kan bezighouden. Ik zou zeggen, blijf op elkaar letten. En we zien elkaar heel snel weer. Binnenkort weer een nieuwe video. Bedankt voor het kijken. Groetjes. Doei doei. Hoi.